Nou, er zijn dus schijnbaar jongeren die dus de ene week Francisca heet en de andere week Frans. Ja, goed. Ik vind dat allemaal flauwe poppenkast, eerlijk gezegd. Maar ja, ik zal toch eens overwegen om mijn gender te veranderen. Vooral de naam Francisca trekt mij wel aan, moet ik je zeggen. Het Verlossum, kunt u mij horen? Even kijken, nog een vraag van Erik Blom. Die zegt van jullie hebben het vaak over ja, de uitvoeringstaken bij de overheid. En ik probeer nu te bedenken, zegt hij, wat er qua overheid nog wel goed gaat. En ik wist eigenlijk helemaal niets te bedenken. Maar ik kwam per ongeluk de afgelopen zaterdag in de Gay Pride terecht. En eigenlijk een soort van koningsdag, zegt hij, waarbij iedereen in plaats van ja, met zijn rotzooi op straat te gaan zitten, nu een dagje homoseksueel speelt. De ravage was enorm in de stad. In Amsterdam, maar in Utrecht was ook zo'n versie eerder dit jaar. De stad is nog een groter pretpark geworden dan voor corona. Ik ben een geboren Amsterdammer en ik ga er nooit meer naartoe. Wat vindt Maarten Verossen van deze ontwikkeling? Nou, dat heb ik wel. Ik vind het verder best door die Gay Pride. Maar ik zou er zelf van mijn leven nooit naar gaan kijken, nee. En ik vind die rotzooi die daar dit soort van festiviteiten achterblijft in steden, vind ik wel bijzonder onaangenaam. Dat heb je natuurlijk na Koningsdag. Maar dat heb je ook na Oud en Nieuw. De Oud en Nieuw viering, dat kan ook vaak 1 of 2 dagen duren voordat die onbeschrijfelijke zooi die de Nederlanders er dan weer van gemaakt hebben, voordat die een beetje opgeruimd wordt. Ja. Dus ja, dat, ik voel met hem mee. Er zijn al tal van dingen die nog heel behoorlijk functioneren. Neem de AOW, die functioneert volgens mij prima. Altijd op tijd. Toen ik herinner me nog dat ik eraan moest beginnen, dat ik het totaal vergeten was dat ik 65 was geworden. En word je geheel postaal op de hoogte gebracht van wat de mogelijkheden zijn. Of je er eens even werk van wil maken. Dus ja, je ziet sommige dingen, vrij simpele dingen meestal, die doet de overheid heel goed. En daar is niks mis mee. En dus ja, als ik er even over nadenk, zouden er wel meer dingen zijn wat mij vaak opvalt bij. Ik ben de laatste tijd natuurlijk veel te maken gehad met de medische sector. Laat ik daar ook iets positiefs over zeggen. Ik heb zeker vier keer in de afgelopen 2 jaar de ambulance moeten bellen. En ik moet zeggen, die hoort binnen een kwartier voor je deur te staan. En dat was in alle 4 de gevallen, was dat ook daadwerkelijk zo. Ook een keer op Texel, waar het ding binnen 10 minuten voor de deur stond. Waar ze de boot speciaal hebben laten varen. Niet waar, om de getroffenen naar de overzijde te varen, terwijl de dienst al gestopt was. Dus ja, er zijn ook, sowieso is mijn indruk dat de medische sector eigenlijk vrij goed functioneert. Ik was er niet meer over de hele linie redelijk over te spreken. Alleen de administratieve kant van de zaak is volgens mij een zootje. En dat is wat je veel in Nederland ziet. Ik zwijg nog even van het feit, ook klassiek natuurlijk, dat je in allerlei opzichten niet meer direct telefonisch in verbinding kunt stellen met diegene die je daadwerkelijk moet hebben. Dat je eerst altijd wordt afgepoeierd met er nog wachtende voor je zijn, dat ze geweldig hun best aan het doen zijn. En daar gaan ze maar door. Waarom we 30 jaar geleden iedereen gewoon zo op konden bellen en tegenwoordig niet meer, is mij een raadsel. Zou het die banken nou echt zo ontzettend veel geld kosten om die aardige mevrouwen die ik vroeger aan de lijn kreeg, ik heb er al eens eerder over geklaagd, om die weer in dienst te nemen in plaats van zo'n godvergeten callcenter waar je met een kastje naar de muur wordt gestuurd en dat je eerst een half uur hebt moeten wachten. Hè? Schande banken, schaam je voor dat volkomen systematisch structureel klantonvriendelijke houding die jullie erop nahouden. Ja. Maar goed. Ja, er zijn zeker dingen die nog heel goed functioneren. En met die ambulance, dat was niet, die deden niet hun best omdat ze wisten dat ze Maarten Verossum aan boord hadden? Nee, dat was niet mijn indruk in ieder geval. Nee. Want dan moet een ding moet gewoon klaarstaan en kunnen haar rijden en zo. Dat is niet zo dan dat ze denken van god, Maarten Verossum, laten we onze nieuwste ambulance. Nee. Die indruk had ik helemaal niet. En hoe is dat dan? Want dan passeren ze natuurlijk ook alle files en alle andere weggebruikers. Hoe is dat om dat mee te maken, zeg maar, vanuit de point of view ambulance? Nou ja, dat is in het algemeen. Die ambulance transport doet zich natuurlijk meestal voor op tijdstippen dat het niet per se verschrikkelijk druk is. Maar 1 keer hebben wij te maken gehad met ambulancevervoer. Dat was in de richting van, we kwamen ook van Texel. In de richting van het AMC, omdat merkwaardig genoeg
de hartactiviteiten in het Alkmaarse ziekenhuis in het weekend niet functioneren. Het is jaren geleden lag dat erbij, zeg ik, weet niet hoe het nu is. En ja, we reden op de A10 met de patiënt de file in. En ja, die stond daar min of meer stil. En tot mijn ongelooflijke verbazing, zegt die man naast de ambulancechauffeur, die belde de politie. En echt, ik zweer het je, binnen 5 of 6 minuten waren er 2 motoragenten die ons op bijzonder efficiënte wijze naar het AMC hebben begeleid. Dus weer iets wat klaarblijkelijk in ieder geval toen prima werkte. Prima. Ja. Overigens toch, de Klantenservice Federatie, die hebben uitgerekend inderdaad hoe dat met die wachttijden zit bij die callcenters. Toen moest ik nog aan je denken toen ik dat van de week las. En 2 tot 3 keer langer dan vorig jaar duurt het daar al. Ik bel al lang niet meer. Het heeft geen enkele zin. Echt 0,0. Nee. Dus je moet het beste kun je gewoon naar zo'n kantoor toe gaan en in persoon. Ik wil zelfs, ik heb gelukkig de huisartsenpost, of hoe heet het, de huisartsen zitten bij mij om de hoek. En als je ze belt, duurt het langer dan wanneer ik er naartoe loop. Dus ja, ik loop er naartoe. Maar ja, dat niet iedereen kan natuurlijk naar zijn huisartsenpraktijk lopen, maar ik wel. En het lopen is dus efficiënter dan bellen. Hoe gek het ook klinkt. Pieter Sneeman, die heeft ook nog wat gestuurd. Beste meneer Van Rossum, ik raakte gisteren in een ernstige conversatie waarin men beweerde dat na de oorlog het in Amerika in het algemeen en vooral ook voor vrouwen zo was dat ze in grote getale werden ontslagen en dat het daarna ook over de hele linie is gebeurd. Zo was het zo dat aankondigen van trouwen bijna altijd reden was tot ontslag. Uw oordeel over deze gang van zaken zou mij zeker overtuigen van de werkelijke gang van zaken. Bijvoorbeeld, dank voor uw reactie. Nou, ten dele is dat wel juist. Omdat natuurlijk, ja, de Amerikanen hadden in de Tweede Wereldoorlog 11 miljoen jonge mannen onder de wapenen geroepen. Toen natuurlijk er gedemobiliseerd werd en een groot deel van die lui terugkeerde in de burgersamenleving, om het zo te noemen. En die mannen waren natuurlijk tijdens de oorlog vervangen door hoe heet ze ook alweer, Rosie the Riveter, of de dat is zo'n bekende symbolische figuur van een jonge vrouw die bezig is om klinknagels te bevestigen. Ja, je kunt de jaren 50 wel beschouwen als een soort de-emancipatoren tijdperk. Ja, de vrouwen verdwenen weer uit alle activiteiten in de samenleving en werden weer huisvrouw. Ook natuurlijk, als je naar dat boek kijkt van, hoe heet ze, Betty Friedan, geloof ik. Dan zie je dat ook van eind jaren 50, dat is dan de tweede feministische golf. Die wordt eigenlijk opgestart vanuit die de-emancipatie van de jaren 50. Maar ook in Nederland natuurlijk, daar hebben we het toch wel eens over gehad. De huwende ambtenares werd in Nederland in de jaren 50 ontslagen. Pas in 56 of in 58 zijn dit soort van discriminerende bepalingen. Die zijn pas afgeschaft. En vaak met hele kleine meerderheden. Vooral natuurlijk omdat de conventionele partijen het prima vonden dat de vrouw thuis achter de afwas stond. Ja, dus de jaren 50 zijn zeker ook in de Verenigde Staten de-emancipator geweest. En dan start die hele zaak weer op vanaf de late jaren 50. En dan zijn natuurlijk de jaren 60 bij uitstek emancipatorenjaren geweest. Kun je je voorstellen dat we dat in Nederland of in West-Europa ook gaan meemaken? Dat je nu heel erg zit op inclusiviteit en de emancipatie van de vrouw. En dat er ook weer een periode komt dat minder belangrijk is. Of misschien weer naar de achtergrond verdwijnt. Nou, dat zou mij verbazen. Omdat ondertussen die emancipatie natuurlijk toch ook enorm heeft doorgezet. Je kunt ook zeggen, de emancipatie is nog niet compleet geslaagd. Kijk maar naar specifieke beroepsgroepen en zo. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar medisch specialisten, daar is de feminisering, die voltrekt zich daar in een heel hoog tempo. Ik heb al eens eerder gezegd, nee, emancipatie, voordat dat compleet is, zal ik maar zeggen, dat heeft nog wel even te gaan. Maar ik vind de positie van de vrouw nu, laat me zeggen, ik heb ook wel eens uitgelegd dat ik de moderne jonge vrouw, dat is echt een totaal andere jonge vrouw dan de jonge vrouw ook nog in mijn jonge jaren, in de late jaren 50 of begin jaren 60. Daar is zo ontzettend veel veranderd. Die hele houding van jonge vrouwen is fundamenteel anders geworden. Nogmaals, er is nog wel een traject te gaan, maar het verschil met de jaren 50 en nu is enorm. Is werkelijk gigantisch groot.
Maar mensen, omdat je natuurlijk de meeste mensen zeggen die jaren van toen niet herinneren, zijn ze zich daar niet van bewust. Maar echt, ik zweer dat je deze de geschiedenis staat niet stil. Welke rol vind je eigenlijk dat vrouwen hebben in de emancipatie? Nou ja, in principe hebben ze gelijke rechten als mannen. Nee, maar wat vind je dat ze zelf moeten doen, zeg maar, in die hele emancipatie? Hoe kunnen ze daaraan bijdragen in positieve zin? Door er steeds ook op aan te dringen dat als ze ergens werken en dat ze op dezelfde wijze betaald worden als mannen, daar is nog steeds volgens mij een achterstand. En dat geldt ook voor punten van pensioenrechten. Zorg dat je, laten we zeggen, dat je wettelijk, dat je ook je wettelijke rechten, die er misschien al wel zijn, dat die ook geëffectueerd worden. Begin een proces, bij wijze van spreken. Net zo goed als we natuurlijk op de milieubeweging natuurlijk ook, daar zie je dat de overheid wel allerlei mooie verklaringen heeft getekend en grootse beloftes heeft gedaan, maar verder geen zaak aan doet. Maar als die verklaringen officieel karakter hebben, kun je bij de wet in feite je gelijk gaan halen. Denk aan, nou ja, daar hebben we het wel eens over gehad, die agendazaak. Hè? Als de overheid het laat liggen, als de overheid zijn plichten, want dat zijn het, zijn plichten laat liggen, wat de overheid met enige regelmaat doet, dan kan de overheid via de wetgever gehouden worden om zijn plichten daadwerkelijk uit te voeren. En dat geldt evenzeer voor vrouwen die volgens mij structureel nog steeds licht onderbetaald worden. Maar dat weet ik niet precies hoor. En wat vind je van vrouwen die bijvoorbeeld nadat ze kinderen hebben gekregen toch minder gaan werken? Ja, dat is hun keuze. Op zichzelf vind ik natuurlijk, in Nederland wordt veel geklaagd over het feit dat er zoveel in deeltijd wordt gewerkt. Ik vind eigenlijk deeltijd werken iets heel moois, want je moet ook weer niet, ja, als dat een keuze is, dan moet dat een vrije keuze zijn. Je moet in voltijd en in deeltijd kunnen werken naar eigen keus. Ik vind dat werken ook niet het hoofddoel van het leven is. Voor sommigen wel, voor anderen niet. Ik vind werken dolletjes, maar dat komt omdat ik altijd leuk werk heb gedaan. Maar ik kan me heel goed begrijpen dat die vrouwen zeggen, nou ja, ik ga wat minder werken. Niet waar, om mijn kinderen op te voeden. Omgekeerd zou de man dat ook best kunnen zeggen, toch? Of misschien kunnen ze het wat allebei zeggen. Ja, laten we allebei 3,5 dagen in de week gaan werken. Dan hebben we wat meer tijd en handig geregeld. Dan hebben we meer tijd voor de kinderen, als je ze dan toch hebt. Overigens over emancipatie gesproken. In Duitsland heeft de regering nu een wet aangenomen, of zijn ze bezig met het aannemen van een wet, dat je 2 keer per jaar je gender, je geslacht dus, mag aanpassen in je paspoort. Oké. Oh, dus dan heb ik ook nog wel een kansje, toch? Nou, er zijn dus schijnbaar jongeren die dus de ene week Francisca heet en de andere week Frans. Ja, goed. Ik vind dat allemaal flauwe poppenkast, eerlijk gezegd. Maar ik zal toch eens overwegen om mijn gender te veranderen. Vooral de naam Francisca trekt mij wel aan, moet ik zeggen. Nou ja, je hebt toen op de boerderij gezeten met raven en volgens mij... Ja, zeker. Ja. Hoewel ik er nooit tegen slaap ben om hun tegen raven te zeggen. Ja, precies. Hun was het. Gewoon je en jij en de vrouwelijke vormen gebruikte. Maar daar viel niemand over, eerlijk gezegd. Dat vond zij niet vervelend dat je dat niet deed? Nee joh, wie denkt er nou aan om hun te zeggen? Bovendien vind ik het ook iets. Net als Hully. Hully hebben het gedaan. Ja. Nou goed, de Duitsers zeggen van als wij zo'n wet aannemen, dan hopen wij dat er ook minder discriminatie komt van transseksuelen en ja, dat is een hele mooie hoop en ik help het ze ook hopen en allemaal heel verdienstelijk. Maar discriminatie is grotendeels onuitroeibaar. Minderheden zullen altijd op een of andere manier gediscrimineerd worden. Je moet de effecten zoveel mogelijk zien te beperken. Je moet de uitwassen zien te bestraffen en uitzien te bieden. Maar nogmaals, maak je geen illusies. Discriminatie is des zoogdiers, laat ik het zo zeggen. En er komen altijd natuurlijk weer nieuwe minderheden, hè? Ja, er zijn altijd weer nieuwe minderheden. Het is niks zo fijner dan er weer een minderheid uit te vinden. Hè? Ik heb nog een vraag van Jean-Paul Kiewit uit Heemstede. Hij zegt, Maarten, de wereld barst van conflicten op dit moment. Iedereen lijkt ruzie met elkaar te hebben. Kan er ook een wereld bestaan zonder ruzie, zonder conflicten? Stel, alles is pais en vree. Iedereen kan met elkaar overweg. Is dat wel goed? Of hebben we zo nu en dan een conflict nodig om verder te kunnen? Ja, het is maar net aan wie het vraagt. Voor historici is het wel fijn dat er conflicten zijn natuurlijk. Stel dat er in de hele wereld nergens één conflict was. Ja, dan zit je wel met een probleem natuurlijk. Want dan moet je ook al die
moet je al die politiediensten opheffen en alle legers moeten opgeheven worden. Dat wordt wat, zeg. Maar ik denk dat hij zich geen zorgen hoeft te maken als hij zich althans zijn zorgen over maakt. Het conflict is nou ja, ik bedoel, misschien dat mensen misschien kunnen mensen ons een brief schrijven die een beetje kijk hebben op hun eigen familiegeschiedenis of op hun eigen gedrag. En die absoluut met zekerheid kunnen beweren dat er in hun familie in de afgelopen half eeuw zich geen enkel conflict heeft voorgedaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. En of misschien huwelijken mensen die al 50 jaar getrouwd zijn zonder dat ze ooit één conflict hebben gehad. Ze altijd in lieve vrede hebben geleefd. En dan bedoel ik niet zo'n huwelijk als van mijn grootouders. Fantastisch huwelijk, daar niet van. Maar ja, mijn opa was absoluut de baas, nietwaar. Mijn oma had niets te vertellen, daar leefde zij naar. Daar had ze vrede mee en dan heb je natuurlijk heel weinig conflicten. Als je een absolute baas hebt, zijn er weinig conflicten. Nee, ik ben bang dat conflicten een wezenlijk bestanddeel zijn van het menselijk bestaan. Dus als dat de opvatting is, dan kun je er misschien ook wat beter mee omgaan. Want nu, het conflict wordt toch altijd nog als vervelend ervaren. Ja, conflicten zijn nooit leuk, maar vaak moet je, ja, is het toch nuttig om het een conflict te laten worden. En vooral natuurlijk, want als je alle conflicten natuurlijk glad strijkt, dan is het meestal de sterkste is de baas. Dat moet je niet doen. We hadden het nu net over al die rechtszaken die je eventueel zou kunnen voeren. Dat een rechtszaak duidt op een conflictueuze situatie. En het kan noodzakelijk zijn dat je je simpelweg je gelijk haalt, omdat je anders niet waar ondergeschikt wordt aan de machtigen van deze wereld. En conflicten zijn ook vaak heel nuttig. We hebben het vaker over Mark Rutte gehad en Peter Erkamp die heeft die gesprekken ook geluisterd. En hij zegt van ja, ik heb ook vaak op Mark Rutte en de VVD gestemd. En ik ben het eigenlijk met alles eens wat Maarten heeft gezegd over Mark Rutte. Ook toen hij zoveel jaar of zo lang de langzittende premier is. Maar wie zou nou eigenlijk een goed alternatief zijn? Hij zegt als ik er even over nadenk, dan kom ik eigenlijk op geen enkele naam. Ik ben benieuwd wat Maarten daarvan vindt. Nou, dat klopt wel natuurlijk. Kijk, en beter zou hij zich kunnen beperken tot de VVD natuurlijk. En het gaat natuurlijk om de VVD. Om de VVD niet de grootste partij te maken. Dat is denk ik belangrijker. Want dan komt er automatisch iemand anders. En kijk, toen Rutte het werd. Vergeet niet, Rutte is ook begonnen als staatssecretaris. Dat stelde allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Rutte heeft ook de strijd met Rita Verdonk bijna verloren. Als hij niet door het partijapparaat gesteund was, dan had hij die strijd verloren. Wiegel en Bolkestein waren voor Rita Verdonk. Dus ja, hij is ook maar iets geworden wat hij niet was. En dat geldt voor iedereen. Als ik nu zou zeggen van Pietje Puk, dat zou een hele goede leider zijn. Dan zegt de briefschrijver misschien Pietje Puk. Pietje Puk die kan niet eens zelfstandig fietsen. Daar kunnen we niet aan beginnen. Nee, je wordt natuurlijk in de functie, krijg je ook het charisma van de functie. En ik, ja, goed, iedereen weet dat ik het verstandig had gevonden van Rutte om na 10 jaar te vertrekken. Maar kennelijk vindt hij dat zelf niet. En vindt zijn partij het ook niet. En daarmee is het lied op. Wat is het VU-korps eigenlijk? Het VU-korps, dat is, voor als ik het allemaal goed begrepen heb, is dat een nep-korps. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Want dat was toch het verhaal van iemand die... Had iemand ons niet geschreven dat hij door Balkenende ontgroend was? Dat was jouw grote vriend. Arend Jan Boekenstein, ja, toch? Jij zat toch met hem bij Radio 1 en daar vertelde hij dat volgens mij. Oh, dat was het. Ja, zo zit het. Ja, ja, nou ja, god, ja. Kijk, je hebt allemaal van die studentenverenigingen die dan het koor nadoen. Ook met schreeuwen en groentijden en allemaal al die flauwe en nogal infantiele onzin die daarbij hoort. En dat is juist zo gek, dat die corpora, waar vaak dingen gebeuren die eigenlijk niet door de beugel kunnen, dat die door de anderen dan weer worden benijd en wordt daar het gedrag van afgekeken. Ja, nou dat VU-korps, de afkorting of een andere naam daarvoor is het LANX.
En dat is een Nederlandse studentenvereniging aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Niek de Meijer die heeft geschreven, omdat jij daar iets over hebt gezegd schijnbaar in een vorige aflevering. Normaal vind ik u altijd uitermate genuanceerd, maar u noemde het VU-korps zomaar een beetje een mislukt korps. Terwijl het VU-korps een van de enige korpora is zonder schandalen. De enige met een sociëteit die compleet is verduurzaamd en in tegenstelling tot het ASC tijdens de Duitse bezetting niet de loyaliteitsverklaring heeft ondertekend. En met Donner, Balkenende en Grapperhaus prominente politieke figuren heeft voortgebracht. Dus ik wilde u graag hier aan herinneren en uw gedachten hierover horen. Nou, kennelijk, ik wist niks van het VU-korps, eerlijk gezegd. Dus als dat allemaal waar is wat die mevrouw schrijft, dan juich ik dat van harte toe. Het is een man, sorry, ja. Dan juich ik dat van harte toe. En dan spijt het mij dat ik dat VU-korps niet waar zo ongelooflijk tekort heb gedaan, omdat het voldoet aan alle menselijke wijs te stellen eisen. Ga zo door, zou ik zeggen. Ja, Niek is daar trouwens ook lid van en hij zegt, misschien is het wel een leuk idee om een keer een aflevering te maken over de rijke geschiedenis van corpora in Nederland. Van de geschiedenis van corpora, daar heb ik voorlopig even volkomen genoeg van. Okay. Dat ga ik helemaal niet doen. Er zijn aanzienlijk belangrijke onderwerpen dan de geschiedenis van de corpora. Ten meer omdat ze nogal een eentonig patroon vertonen over de hele linie. Bernard Pompen, die komt uit Utrecht en die zegt, Maarten, als je je verdiept in de geschiedenis van Spanje, dan is het toch wel heel treurig als je kijkt naar het verhaal van Franco, de man die daar lange tijd aan de macht is geweest. Ja, dat is zeker het geval, ja. Ja, God, een dictator, overwinnaar van de burgeroorlog, geholpen door Mussolini en Hitler. Dat is allemaal heel treurig en natuurlijk, Franco was nog in zoverre een verstandig iemand dat hij zich niet heeft laten verlokken om aan de Tweede Wereldoorlog deel te nemen, maar het gevolg was wel dat hij dus er eindeloos gezeten heeft. En dat was ook zo'n dictator dat hij eerst werd dan een been geamputeerd en dan een arm. En dat je dan een enige tijd vroeg, ja, van is er eigenlijk nog wel iets over van Franco behalve zijn hoofd. En tenslotte is hij dan overleden en heeft Spanje over zijn relatief snel proces van democratisering doorgemaakt. Maar ja, dat is een hele droevige zaak. Ja, zoals aardsconservatieve dictatoren sowieso. Alle dictatoren zijn een droevige zaak. Al moet ik erbij zeggen dat Spanje bepaald niet de grootste democratische traditie had, bij mijn weten. Patrick Post die heeft het nog over de stemmingen in ieder geval in Amerika. Want hij heeft op YouTube naar de stemming in de Senaat zitten kijken over het toelaten van Finland en Zweden. En hij vraagt zich af waarom die verklaringen altijd zo chaotisch verlopen. Iedereen schouwt door elkaar, kletst met elkaar. De voorzitter roept lukraak namen met I of no. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Wellicht Maarten wel. Nou, ik weet niet, dat is wel waar wat hij zegt. Ik denk dat er een stemperiode is afgesproken, dat de hele stemming, laten we zeggen, een uurtje mag duren. En dat geleidelijk aan dan de pro-tempo voorzitter iets omroept van de diverse namen afroept, iets in die geest. Maar het is waar, het is een leuk proces om te zien. Ik herinner me altijd nog dat vingertje van, of die duim van John McCain. En dat hij dan loopt waar de stem geregistreerd moet worden. Niemand weet wat hij zal doen. En dan in de laatste seconde, niet waar, doet hij zijn duim naar beneden. Met als gevolg dat de Obamacare gered werd. Dus ja, misschien is het ook wel iets. Het maakt de zaak wat spannender. Maar de ware oorzaken zou ik niet weten. En Hans heeft nog een idee om nog een keer een podcast te besteden aan de evolutie in het algemeen. Dat wil ik wel doen. Oké. Okay. Ja. Dat wil ik wel doen. Ja, en nog eventjes de kijkcijfers van De Slimste blijven ongekend populair. Dit is echt jarenlang al een hit. Hè? Er zijn ook veel reacties daarop van mensen die zeggen van Maarten, hoe verklaar je toch dat het programma toch jaar in jaar uit zo populair blijft? Op Twitter dreigen altijd tientallen mensen nooit meer te kijken, vooral vanwege mijn bijdrage. Maar in de kijkcijfers is daar eigenlijk nooit iets van gebleken. De kijkcijfers zijn hoog en Het blijft een raar, ik weet het niet. Het wordt mij elk jaar gevraagd. Het wordt Filip en mij elk jaar gevraagd. Waarom draait het zo goed? En iedereen weet, het is twee keer eerder geprobeerd met andere presentatoren die toch ook het vak verstonden. En nou ja, om een of andere duistere reden is de combinatie van twee bejaarde mannen, waarvan er één eigenlijk al lang in het verpleeghuis zou moeten zitten, die is tot op heden heel succesvol.
Ik vind het verder prima. Wij waren er net zo verbaasd over als alle anderen in TV-land. Dat kan ik wel getuigen. Ik heb het vaak genoeg verteld. Het was voor één zomer. We vonden het wel lollig om te doen. We hadden er helemaal geen pretenties mee. Het was helemaal niet de bedoeling dat we er weet ik hoe lang mee door zouden gaan. En nou ja, kijk wat het geworden is. Jullie blijven toch nog steeds mensen vinden die mee willen doen. Hè? Dat is op zich toch wel knap. Ja, zeker. Veel van mensen zijn betrekkelijk gretig om mee te doen. Omdat als je er 6 of 7 keer zit en je doet het leuk. Dan is dat bijvoorbeeld als je in het begin een cabaretier bent. Of je hebt een ander iets waarvan je een beetje afhankelijk bent van wat het publiek ervan vindt. Kan het een enorm voordeel zijn. Ja. Ik zie hier dat Scheveningen, daar hadden we het net even over. Daar stuurde ook nog iemand een bericht over. Dat moet allemaal chiquer. En dat moet ook meer een Tesla-uitstraling krijgen, zodat de ASO's geweerd worden. Oké. In Scheveningen. Dus ja, daar hebben ze er al ervaring mee. Ik hoop dus dat, ik durf het nauwelijks te zeggen. Maar ook elk jaar in het park, bijvoorbeeld het Wilhelminapark, ben ik dolblij als het gaat regenen en een beetje gaat waaien. Het herfstblad schuifelt over de paden dat je denkt, eindelijk. Ik vind dat dan een flauwe poppenkast. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.